Goedenavond, welkom allemaal. Fijn dat u kijkt naar deze live QA, zoals dat dan heet, met vragen en antwoorden over de gaswinning in Waalwijk en de plannen om dat uit te breiden. Mensen die in de buurt wonen kunnen nog tot en met woensdag hun mening hierover geven. En daarover gaan we het allemaal hebben. Vragen kunt u stellen en wij proberen ze te beantwoorden. Bij mij in de studio is Gerrit Wigger, hij is energiedeskundige, um, werkte 30 jaar bij Shell en bij de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Aard Gerrit, we hebben besloten te tutoieren, dus daarom zeg ik Gerrit. Heel graag. Um, veel mensen, ik zelf eerlijk gezegd, ik had helemaal niet zo'n besef dat er, dat er gas wordt gewonnen in Waalwijk. Dat overkwam mij ook de eerste keer dat ik hier in Waalwijk kwam. En ik sprak dus met een aantal mensen dat, uh, dat die ook zeiden van ik wist helemaal niet dat hier uh, sprake was van gaswinning. Maar uh, er is al vanaf uh, de begin jaren negentig sprake van gaswinning uit het veld Waalwijk Noord. Uh, ja, de concessie Waalwijk Noord. Ja, precies. Met, en... uh, met een viertal putten. Maar goed, we staan hier niet voor niks. Dat gebeurt, maar er zijn dus plannen om het uit te breiden. Uit te breiden met een aantal nieuwe activiteiten, nieuwe mijnbouwactiviteiten. Onder andere wat ze, wat ze noemen fracken. Ja. Het onder hoge druk uh, inbrengen van vloeistoffen. Waardoor je dus de bodem gaat breken, als het ware. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat heeft toch wel tot gevolg dat daar uiteindelijk op de mijn mijnbouwschade door ontstaat. Ja. Ja. En dat is niet zo prettig voor de mensen die dus. Boven dat uh, gasveld uh, wonen? Bepaald niet. Dan krijg je wellicht Groningse tafereelen. Daar gaan we met elkaar allemaal over praten. Als u vragen hebt, uh, stuur ze hieronder in de comments. of uh, stuur even een mailtje naar internet@omroepbrabant.nl. Dan kan de heer Wigger die vragen beantwoorden. Die komen hier allemaal door uh, bij ons in de studio. Um, to toch nog even dat, dat, dat gegeven van dat, uh, dat frakken dat u, uh, uh, wat u aangeeft. Um, ik heb bijvoorbeeld ook het verhaal van schaliegas. Daar lijkt het een beetje op, hè? Dat is, uh, dat is zeker het geval. Uh, maar schalie is dus uh, een, een reservoirgesteente soort. Uh, waaruit je dus uh, het moeilijke gas probeert te halen door uh, extra te gaan uh, frakken. Ja. Uh, maar in dit geval praat je over een, een zandkleisteenachtig structuur. We zien het hier gebeuren. De plaatje, dit is ja. ongeveer zoals dat gaat? Ja. ja. En er wordt dus onder uh, hoge druk wordt, uh, gas of vloeistof in, uh, in de bodem gepompt. En dat wordt uh, begeleid met keramische uh, korrels. Mm -hmm. En dat houdt erin dat je, als je eenmaal de breuk gemaakt hebt in de bodem, dat je dus die keramische korrels, die voorkomen dus dat, dat diezelfde scheur die gevormd is, dat die weer dicht vloeit. Wat ik ook zo ineens afvraag, van, van wie is dat gas eigenlijk? Het gas is eigenlijk van de staat. Ah. Uh, dat is energiebeheer Nederland, die dus uh, de concessies verleent aan de mijnbouwondernemingen. Ja. En die zorgen er dus weer voor dat dat gas uiteindelijk uh, geproduceerd wordt en dus overgebracht wordt naar uh, de gastransporteur in Nederland en dus de gasunie. Ja. En die brengt het weer bij de consument. Nou, lucratief. Het gebeurt niet voor niks. Nee. Ze willen het uitbreiden. Waarom willen ze uitbreiden? Ze hebben het vermoeden dat, uh, dat, dat er nog ongeveer een ruwweg 40% nog aanwezig is in het uh, reservoir. En okay. uh, dat dat op zeer moeilijk, winbare plekken uh, zit. Dus je moet dus andere technieken gaan toepassen om dus die rest, dus die 40%, nog eens een keer eruit te halen. Maar goed, dat, 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 dat energiebedrijf zegt: het is de moeite om dat te winnen. Er zit genoeg en kosten baten, we moeten dat eruit gaan halen. Ja, ja, dat is een overweging, maar je moet wel weten of dat er werkelijk zit. Ja. Ja, want het kan zo zijn dat het gas al via lekkages verdwenen is naar de boven het reservoir liggende geologische lagen. Ja. Laat het eens even hebben met elkaar over, want dat is natuurlijk toch waar, waar iedereen die nu zit te kijken van denkt van ja, uh, hoe zit het met de risico's? Zegt u het maar. De risico's, dat, uh, zeker als je gaat, uh, gaat frekken, maar de risico's die, uh, die zich voordoen als je gaat frekken, zijn onder andere brandexplosie, uh, bodemdaling, uh, bodemverontreinigingen. Uh, ja, dat, dat, dat... Wacht even, brandexplosie? Ja. Bodemverzakking, bodemdaling. Ja. 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 Dat, dat, ja dat, is, dat, is, dat is niet. Als ik dat hoor. Ik, ik bedoel, we hebben het over die, over die risico's. Uh, natuurlijk zeggen de. Um, zegt de, het. het, het gaswinningsbedrijf zegt van ja. We, wij, wij hebben ook een risicoanalyse gemaakt. Volgens ons is, uh, is het risico verwaarloosbaar. Zeggen zijn. Ja. Ze hebben dus een aantal zaken uh, vergeten. En uh, die, die houden verband met uh, het, het fenomeen dat er. Dat er Lekkage kan optreden langs de buitenkant van de put. Hmm. Uh, dat doe je, ga je nog eens een keer extra stimuleren door daar nog eens een keer een hoge druk op te zetten. Ja. Dat houdt weer in dat je, dat je, als je die risico's niet noemt in je winningsplan, er ook eigenlijk niet gereageerd kan worden. Dus ja. dat is een gebrek aan informatie die dus de mijnbouwonderneming geeft in het winningsplan, om daar het ministerie en ook de minister een. een, een een goed besluit op te laten komen. Nou, de vragen van de kijkers komen binnen. Ik leg ze gewoon aan u voor. Gina Adams die vraagt waarom stoppen in Groningen en dan vervolgens hier beginnen. Nou, ik heb al in het begin gezegd wij winnen in Waalwijk, eh, Wind Vermillion, maar ook Winterschal in eerdere instantie, wint al eh, vanaf begin jaren negentig aardgas uit het Waalwijk Noordveld. Eh, mm -hmm. Dus er wordt, er wordt al gewonnen, zegt u, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen, ik probeer die vraag ook maar te vertalen, dat heel veel mensen met het gevoel zitten van ja, maar hoe kan het nou zo zijn dat je stopt met gaswinning in Groningen en dat je het dan op een andere plek juist uit gaat breiden, terwijl je die, die risico's zo goed kent? Ja, dat, dat, dat is een heel moeilijk uh, hoofdstuk en, en daar zit een minister natuurlijk ook mee, want als je dus op een bepaald moment het gas niet uit het Groningenveld gaat, kunt halen moet je zorgen dat het uit de zogenaamde kleine velden komt. Ja. En die kleine velden kunnen dus een bijdrage leveren, een belangrijke bijdrage aan de gaswinning in Nederland en, het, en de vraag naar gas. En daarbij vraagt Natasja Wijzenbroek, zijn er dezelfde risico's als in Groningen? Uh, er, zijn, er zijn dezelfde risico's, ja. ja. Oké. Okay. Um, ik, ik, ik ga maar even gewoon door met, met vragen door, doorgeven, zoals ze ook doorkomen. Hoor. Eugène die vraagt: Heeft fracking gevolgen voor ons drinkwater? Ja, dat is, uh, dat is uh, heel veel uh, het geval. Uh, bijvoorbeeld in, in, in Drenthe. Uh, daar is bij een gasveld in Sleen is nu ook thermogeen gas. Dat is gas wat dus uh, uiteindelijk miljoenen jaren geleden gevormd is. Is dus in een drinkwaterverkoren. Uh, dus je hebt daar al aardgas in een drinkwater-equiver. En ja. dat kan zich hier ook gaan voordoen. Dat risico is er dus. Helder. Ja. Nog een vraag van Natasja uh, Wijsbroek. Is het al zeker dat dit gaat gebeuren of hebben de inwoners nog inspraak? Uh, men heeft inspraak. Uh, de, de, de 4 juli is uh, de, de, de sluitingstermijn voor uh, de eerste zienswijze. Dat is uh, dus heel uh, belangrijk. Dat is over twee dagen. Dat is over twee dagen. En ik heb samen met de gemeente Waalwijk, dus de gemeenteraad en de BMW, mm -hmm. ...heb ik dus al een zienswijze ingediend voor, ja, voor het ministerie... ...om dus een aantal vragen die wij dus hebben en een aantal zienswijzen die wij dus hebben... Mm -hmm. ...om die dus ook daadwerkelijk het ministerie te gaan voorleggen. Nou, u hebt het over die zienswijze, die kunt u voorleggen namens de gemeente. Ja. Inwoners kunnen dat ook zelf doen... En u hebt me eerder verteld, uh, we hebben elkaar van tevoren al gesproken, dat het heel belangrijk is dat als mensen willen protesteren, dat ze dat nu ook moeten doen. Ja, want uh, het vervolgtraject is. Uh, nu, nu zit je dus met een ontwerp-instemmingsbesluit van de minister. En daar kunnen zienswijzen op ingediend worden. Sluitingstermijn 4 juli. Daarna komt dus dat het ministerie de zienswijze gaat beantwoorden. En als je niet tevreden bent met de antwoorden kun je dus in het volgende bestuursrechtelijke hoofdstuk gaan stappen. En dat is dus naar de Raad van State gaan. Maar om dat te kunnen doen, moet je dus wel eerst die zienswijze hebben ingediend, want anders ben je geen belanghebbende. Ja. En, en je moet inderdaad direct belanghebbende zijn. Ja. Want als jij woonachtig bent in Friesland en je dient een zienswijze in voor Baalwijk, dan heb je geen mogelijkheden om dus. Uh, ja, beroep aan te tekenen, zoals je dat in de Raad van State-procedure moet gaan doen. Ik krijg hier een vraag binnen van uh, Marlina uh, Thijs Sweep. Wie betaalt alle schade straks? En dan komen we met elkaar op het hoofdstuk schade. Uh, vo voordat u die vraag beantwoord, um, is het misschien wel eerst even goed om met elkaar te kijken van... is er al schade? En u hebt door Waalwijk gereden. Ja. U bent foto's gaan maken. Ja. En dat, 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 ja, u kwam nogal wat tegen, geloof ik, hè? Ik ben heel veel tegengekomen op het industrieterrein uh, de, naast zeg maar, de Waalwijk Noord 1 locatie. Mm -hmm. daar Waar ben dus, ik dus ook, al dat uh, gas geboord wordt. Ja, ja daar wordt het uh, gas uiteindelijk geproduceerd en behandeld voordat het naar de gasunie gaat. Maar daar ben ik al een paar gebouwen tegengekomen en met name dus ook in het centrum in een... Ja, straal ongeveer van anderhalve kilometer vanaf de betreffende locatie die ik net genoemd heb. Ja. Daar kom je dus de schades tegen die, waarvan dus nu al foto's in beeld worden gebracht. Dat is schade. Maar goed, dan is de grote vraag, die kreeg ik eerder vanmiddag al via Twitter binnen van Dorbo07. Komen de scheuren in die muren, in die vloeren in bepaalde delen van Waalwijk. Komt dat ook door gaswinning? Ja, je kunt, uh, ik heb uh, mijnbouwschadeonderzoek gedaan, ook in de rest van uh, Nederland. En met name dus uh, in de gebieden waar dus, uh, kleine velden zijn, maar waar ook andere winningen plaatsvinden. En dan moet je dus denken aan uh, zoutwinning, dan moet je denken ook aan uh, 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 geothermieputten die geslagen worden om mm -hmm. dus geothermie, de aardwarmte, te, te winnen. Uh, je hebt met dezelfde soorten putten te maken, met dezelfde afwerking, maar die afwerking dicht niet af. Ja. Het is wel een goede verankering van de put, maar de afdichting op zich is dus een ja, wat, wat minder goede, goede ja. ontwikkeling. Maar je kunt er dus behoorlijk ja, wel van uitgaan dat de foto's die je net liet zien, die schade, dat dat de gevolgen is van die aardgaswet. Ja. 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 Dan kom ik dus terug bij die vraag van, van Marlene: Wie betaalt de schade? Volgens de mijnbouwwet is de, de, de uh, mijnbouwonderneming en dat uh, dat heb ik dus ook met het landelijk loket uh, mijnbouwschade dus uh, opgenomen is de laatste exploitant nadat de uh, mijnbouwschade is ontdekt of gemeld is is verantwoordelijk voor uh, de betaling van de mijnbouwschade en het herstel ja. eventueel versterken van de woning oké okay. dus daar moet je zijn als je schade hebt ja Um, dan is er een vraag van uh, Sander Kreuzekamp. Krijgen de omliggende gemeentes er problemen door, ook in de zin van aardbevingen? De kans is klein dat je, dat je te maken krijgt met uh, aardbevingen in, uh, in dit gebied. Maar het is nooit uit te sluiten. Nee. Okay. Dus, dus dat, uh, dat, dat houdt verband met uh, de mate waarin je dus, uh, het, het reservoir gesteent kunt... Compacteren. Dus dat het in elkaar gedrukt kan worden door het gewicht van de, de, de bodem die dus op dat reservoir drukt. Jean-Pierre van Bijnen wil weten hoeveel levert het gaswinnen op? Um, ja, het is voor iedereen bekend natuurlijk dat een, commercieel prijs, een commerciële prijs voor de normale consument is rond de 60, 70 cent per kubieke meter, maar als je dus praat over uh, ja, de opbrengst van, uh, van, van uh, gas voor uh, de mijnbouwonderneming, dan praat je over 10 tot 15 cent uh, per kubieke meter. Ja, ja. Roelof Vos wil weten hoe erg is de impact van het vrekken op de dijken nabij drongelen? Ik heb uh, voornamelijk ook gekeken naar uh, die impact ook omdat de benedengrondse de ondergrondse oriëntatie van de putten, voornamelijk ook in het, uh, ja, ik geloof in het gebied van de Bergse Maas, is. Uh, en, en waarbij dus ook een gedeelte achter de Bergse Maas, Maas ligt. Dus ook de noordkant uh, daarvan. Dat wil dus ook zeggen dat een plaatsje zoals Drongelen mm -hmm. ook beïnvloed kan worden door, uh, door, door mijnbouwschade. Wil van der Boom wil weten, gaat dit dezelfde kant op als in Groningen? Jaren touwtrekken en bewoners in het ongewisse laten? Um, niet als je dus echt uh, je, je, uh, je ja, met elkaar samenvoegt als een, een soort van coöperatie, een stichting of een vereniging. Ja. Die opkomt voor de belangen van gedupeerden van mijnbouwschade. Dat is dus weer eigenlijk waar we het met elkaar over hadden. Hè? Je hebt nu dus zo'n zo deadline die afloopt. Voor, voor, voor dit gebied dan. Ja. Want dat moeten we misschien ook nog even helder, helder zeggen. Um, we, we lieten net een kaartje zien. Misschien kunnen we het zelfs nog even terugtekenen. van waar we het nu over hebben: hè? het gedeelte van het gasveld in Waalwijk. Uh, waarvoor een termijn afloopt een, waarop je je uh, bezwaren in kunt dienen uh, van aanstaande woensdag. Maar er zijn nog meer gasvelden. Ja. Waarvoor andere termijnen gelden? Ja, als je dus kijkt naar het gasveld van Waalwijk Noord. Dat is het Dat is het Ja, dat zien we nu. Uh, daaronder zie je dus ook weer een begin van een, een, een rood gearseerd gebied. En dat is het volgende gasveld. Dat is Waalwijk Zuid en, ja. en Sprangontwikkeling. Ja, dat hebben en dat we hier nog dus een hoor, stukje. Maar, ja. Dat hebben we hier niet op kaart. Maar daar zijn dus de winningsplannen al voor ingediend. Mm -hmm. Er is advies al reeds ontvangen van diverse partijen die dus uh, door de minister van de EZK zijn aangeschreven. En er is al een ontwerp instemmingsbesluit. Dus je krijgt daar ook weer een situatie dat je langzamerhand dus ook je daar moet verenigen. Zorgen dat je goede zienswijze krijgt en zorgen dat je in ieder geval uh, op tijd bent met je zienswijze en dat je het gezamenlijk doet. En er is ook alweer een... een plan dat richting Tilburg gaat. Want ik krijg een ja. vraag binnen van Mariska. Heeft Tilburg daar ook last van? Ja. Er, zijn dus ook, er is dus ook plannen om gasten te gaan winnen in de buurt van Tilburg gaan verweren. Niet alleen, daar is al gewonnen natuurlijk. Daar, daar hoef je nog niet direct te maken te krijgen met, 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 met nieuwe ontwikkelingen. Maar wel nieuwe uh, bijvoorbeeld frektechnieken uh, of andere technieken ja. die ze willen gaan toepassen. Dus ook Tilburg kan er last van krijgen. Ook Tilburg krijgt er last van. Ja. En dat geldt dus ook voor drongelen, dat geldt dus ook voor uh, uh, doeveren, uh, geloof ik. Dat is een heel kleine gemeenschap, meer in het noorden, noordwesten, geloof ik, van uh, Waalwijk. Ja. Dus daar, uh, ja, dat zijn allemaal gebieden waar, uh, waar je dus last ja. krijgt van uh, mijnbouwschade op termijn. Ja. Uit mijn mijnbouwschadeonderzoek is gebleken dat elke mijnbouwactiviteit op termijn uh, mijnbouwschade oplevert. Ja, precies. Ik zal nog heel even uh, richting de kijkers zeggen, uh, als je net aanhaakt, we zijn bezig met een QA, zoals dat heet, vragen en antwoorden beantwoorden. Over uh, de gaswinning in Waalwijk. Daarover praat ik met, uh, met Gerrit. En um, Gerrit Wigger is uh, energiedeskundige. Gerrit, de vragen stromen binnen. We hebben nog een kleine tien minuten. Dus als je nog vragen hebt, kom er snel mee, kom er snel mee door. Um, Ellen van Heumen wil weten... wie neemt uiteindelijk deze beslissing of gaswinning wel of niet doorgaat? Uiteindelijk neemt uh, dus de minister uh, de beslissing. Maar die beslissing kan dus door hemzelf worden teruggedraaid... op basis van artikel 34 ja. van de Mijnbouwwet. Uh, hij kan dus die... De winningsplannen terugdraaien en gewoon zeggen Want van. Want nou, hij heeft eigenlijk er... dus aanvankelijk nu een positief advies gegeven over die winningsplannen, of? Ja. ja. Hij heeft eerst een ontwerpinstemmingsbesluit gegeven. Daarop moeten de mensen dus nu zienswijzen voor indienen. En de volgende stap is dus het beroepschrift richting, richting Raad van State. Ja. Jan zijn er nog meer geplande gaswinningen in andere gemeentes? Nou ja, dat, dat hebt u eigenlijk ja. net, net al beantwoord, ja. hè, die vraag. Um, dan, uh, ja, wel een heel wezenlijke van, van Patrick Nieuwenhuizen. Beste advies om deze gaswinning te laten stoppen? Wat zegt u? Uh, op basis van het klimaat dan zou je zeggen van ja, we moeten stoppen. Maar uh, wat ik zo net al uh, gezegd heb, is, uh, is er een, een bepaalde hoeveelheid gas waarschijnlijk onderweg naar het maaiveld. Dus je moet maatregelen nemen om dus in ieder geval te voorkomen dat je nog mijnbouwschade verder gaat ontwikkelen. Ja. Dus geen fracking meer toepassen. Maar ook zorgen dat je veld eh, dezelfde drukken houdt als, als voorheen. Ja. Eh, dus eh, dat je de druk in het veld gelijk houdt, dat wil dus ook zeggen dat je dus de eh, bevingen kunt reduceren. En als je dat doet dan moet je het veld volledig insluiten of je moet een andere techniek gaan gebruiken. En dat is uh, het inbrengen van water, zodat je dus uh, de druk in het gasveld gelijk houdt. Ja, ja. René Middelkoop vraagt, moet de Efteling rekening houden met mogelijke gevolgen van aardbevingen? Ze zit er ook in de buurt. Ja, natuurlijk. het zit, zit er allemaal uh, in de buurt. En, uh, beïnvloedingsgebied, mijnbouwschade heb ik gezien. In Amerika. En dan is het beïnvloedingsgebied rond de 14 kilometer. Dus dat is een vrij groot gebied waar je mee rekening moet houden. Dus de Efteling ook? Dus ook de Efteling. Ja, dan, dan kom je eigenlijk een beetje aan die grenzen van het gebied. Ik krijg nu een vraag van uh, Joey van Engeland. Is ook Schijndel hier de dupe van, mocht het misgaan? Ja, dan je nou, je, echt ik, alweer... ik ben niet zo nee, geografisch onderlegd. Dan, maar... dan ga je eigenlijk al vanuit Waalwijk veel meer richting dan Bos. Uh -huh. En dan weer een stukje verder heb je, heb je Schijndel. Ja, vergis je niet. Kijk, wat ik zei zo even was: elke mijnbouwactiviteit. En een mijnbouwactiviteit moet je dus ook zien dat je te maken krijgt met boringen. Ja. En boringen kunnen succesvol zijn of leiden tot winning. Maar hoeft niet per se. Als je dus economisch niet een hoeveelheid hebt gevonden die winbaar is, dan zorg je ervoor dat die put wordt ingesloten. Dus ook die putten die geboord zijn. Hebben bepaalde beïnvloedingsgebieden rondom die put, zodat je, ondanks dat er niet gewonnen wordt, toch sprake is van mijnbouwschade op termijn. Ja, dus eigenlijk kun je er niet heel erg zinnig iets van zeggen, hoe groot dat gebied uiteindelijk is waar het Nee, omdat kan dat, dus ook, ook, ook proefboringen worden gepleegd. Elders in, uh, in de provincie. Dus er zijn zeker een tiental uh, uh, proefboringen geweest. die dus niks met Waalwijk te maken hebben. maar wel in de omgeving van Waalwijk geboord zijn. Nou, de plannen zijn er. De, de procedures die lopen allemaal. U hebt daar al, al heel veel over gezegd. De zienswijzen die lopen. Um, als je uh, nou, nou, nou zo'n zienswijze indient, zo'n protest. maak je kans? Zeker. En zeker als je, als je dat doet uh, op een verantwoorde manier. En dat wil dus zeggen dat je dus uh, de mijnbouwonderneming, maar ook het ministerie erop gaat wijzen, dat er uh, mijnbouwschade op termijn is bij elke mijnbouwactiviteit. Dus dan moet je voorkomen dat dat uh, invloed gaat hebben op de leefomgeving, dus op mens, dier, natuur, milieu, uh, van die directe leefomgeving. Je moet het uh, gewoon ook met, samen met de mijnbouwonderneming gaan oplossen. Dus je moet zorgen dat de afdichting van de putten sterk gaat verbeteren. Ja, Vos. en dat kan. Roelof Vos wil weten: de dijken in Nederland moeten aan bepaalde standaarden voldoen qua veiligheid. Kunnen deze dijken dus beschadigd worden door de gaswinning met overstromingen tot gevolg? Ja, ik wil nog niet zo, zo ver gaan, maar met de bodemdalingen in Groningen, dan praat je over veel grotere bodemdalingen als die je hier kunt gaan verwachten. Dan heb je dus te maken dat, uh, met het feit dat ook de dijken uh, verzakkingen gaan uh, vertonen en dus uh, scheuren gaan vertonen op uh, momenten dat je het eigenlijk niet verwacht. Ja, ja. Iemand vraagt um, waarom moeten wij eronder lijden zodat het gaswinningsbedrijf er geld aan kan verdienen? What's in it for us? Wat heeft het publiek eraan? Wat, wat zouden dus eigenlijk gewoon mensen in Waalwijk he, die het betreft, wat zouden er positief aan kunnen hebben dat er gas wordt gewonnen? Nou, je kunt, uh, je kunt het ook op een andere manier doen. Ik ben nu bezig uh, met uh, de kansen voor de mijnbouwondernemingen om de mijnbouwsector weer gezond te maken. Dat heeft dus niet alleen met, uh, met uh, de, de uh, herstel van de afdichtingen, uh, maar ook heeft dat te maken met welke functie kun je dus geven aan een reservoir of een put of een infrastructuur, waardoor je dus hernieuwbare energiebronnen kunt maken uit dezelfde putten, uit dezelfde reservoirs. Ja. Want je hebt druk aanwezig, je hebt temperatuur aanwezig, dus je kunt daar... Heel veel energiezaken uithalen. Kortom, het wil dus niet zeggen dat je helemaal niets hoeft te doen met de bodemschatten in Waalwijk en omgeving, maar niet op deze manier? Je moet het nooit op deze manier doen, omdat alle putten in Nederland, en die, dat geldt ook voor uh, Waalwijk, omdat die ongeschikt zijn voor uh, fracking of gaswinningstechnieken, zoals dat in het verleden en nu nog steeds gebeurt. We gaan zo'n een beetje richting de afronding. De laatste vragen. Dus hebt u nog vragen? Moet u snel zijn? We krijgen er hier nog één binnen. Waarom moet een Canadees bedrijf dit doen? In Canada zit toch ook gas? Ja, ik ga nu uh, met uh, zelfs een ander Canadees bedrijf ga ik uh, geothermie op een andere manier uitvoeren. Uh, maar een Canadees bedrijf heeft natuurlijk ook uh, uh, mogelijkheden om concessies. Over te nemen in Nederland. Uh, voorheen was het, uh, het bezit van uh, van baalwijk Noord was in, in beheer van uh, Winterschal. Dat was weer een andere uh, organisatie in een ander land. En dat is nu dus door familie overgenomen. De NAM had uh, concessies in Friesland. En die zijn in maart 2018 zijn die overgenomen door familie. Ja. Dus uh, er zijn verschuivingen. Waardoor je dus uh, op een bepaald moment uh, concessies kan, kunt inkopen, als het ware. Ja, ja, ja. dus vandaar nu dat Canadese bedrijf. Ja, de, zo langzaam maar zeker gaan wij richting, uh, richting het einde. krijg je nog één, nog één vraag kunnen nog doen, van Martijn. Het Slochterenveld is 2700 miljard kubieke meter groot. Dat wordt al sinds 1960 gewonnen. Oh, ik zie nu, dat kan zo zijn in uitzending, het bedrijfsbericht is, ver, is verwijderd, het kan zijn dat dat een, dat dat een fout was. Ja, dan gaan we langzaam maar zeker Gerrit, richting, het, richting de afronden okay. van deze, deze Q&A, zoals dat het heet. Vragen en antwoorden hebben we beantwoord over de gaswinning in Waalwijk. Dat piept er toch opeens weer een bericht binnen. Kan ik die nog, kan ik die nog meenemen? Hebben we daar tijd voor? Um, ja, die kunnen we nog doen. Die, ik pak hem toch nog even mee, want ik heb de vraag weer terug. Um, dat is een slochterenveld. 2700 miljard kubieke meter groot wordt geschreven. Er wordt al sinds 1960 gewonnen. Daar zijn de effecten pas zichtbaar. 50 jaar later dus. Hoe groot is het veld in Waalwijk? Dit staat in geen verhouding met slochteren en dus zijn de gevolgen ook niet in verhouding. Wordt hier geconcludeerd. Eigenlijk nou, in deze is, vraag, dat dat is een vraag? dat is niet zo'n eenvoudige conclusie. Uh, je kunt dat niet zo, zo, zo simpel uh, stellen. Um, in. Groningen heb je te maken met een oorspronkelijke inhoud van 2975 miljard kubieke meter gas. Waarvan 150 miljard in de periode tussen 1964 en 1980 is weggelekt uit het Groningen gasveld. 150 miljard. Dat is nog onderweg naar het maaiveld. Voor Waalwijk Noord geldt dat daar ongeveer 4 miljard in zat. En waar dus ondertussen 2,4 miljard uit gewonnen is. Er is dus nog 1,6 miljard volgens Vermilion aanwezig. Maar daar kan ook een gedeelte van weggelekt zijn naar het maaiveld toe. Dat is nog onbekend. Hm. Dat, eh, dat, dat kun je eh, bepalen aan de hand van eh, gegevens die dan eh, de mijnbouwonderneming bekend moet maken. En dat zijn de, dus de reservoirdrukken en de winningscijfers. Eh, die moeten ze dan beschikbaar stellen zodat mensen zoals ik. Eh, kunnen zien of er sprake is geweest van uh, lekkage ja. en hoeveel die lekkage is geweest. Eh, nog één ding: gaswinning en mijnbouwschade is niet één op één. Dat ja. wil dus zeggen dat, uh, dat je, um, als, als er sprake is van lekkage, uh, kan he, de lekkage wordt dan veroorzaakt door de heersende reservaardruk en het gat. ...de doorsnede van het gat van de lekkage. Gerrit, ik dank jou hartelijk voor je komst hier in onze studio. Graag gedaan. En um, dank voor, jou, voor, jou, voor jouw toelichting. Dank ook allemaal voor jullie vele vragen. We hebben geprobeerd wat duidelijkheid te geven over de gaswinning in Waalwijk. De gaswinning die er dus al is. En de plannen die er zijn voor de uitbreiding van uh, die gaswinning. Het energiebedrijf dat dat wil doen zegt... Die risico's die zijn klein, die zijn eigenlijk verwaarloosbaar. De minister heeft een positief advies gegeven. En we hebben dus met Gerrit besproken en volgens hem zijn er dus wel degelijk risico's in en is er dus ook al schade op dit moment in Waalwijk door de gaswinning. Um, het is nog niet te laat om daarover je mening te laten gelden, dat heb je ook begrepen. De, je kunt nog, als je belanghebbende bent, je zienswijze daarover duidelijk maken en uh, aangeven waarom je het er niet mee eens bent. Dat kan nog tot en met woensdag. En daarnaast zijn er dus nog andere velden waar ook uitbreidingsplannen voor zijn, maar daarover gelden dus weer termijnen die, die, wat, die nog nee, wat verder toch... in de toekomst liggen. Ja. He, dat is allemaal nog niet zo ver ontwikkeld, maar heb je dus over Waalwijk Noord, want daar hebben we het nu over. En heb je daar een belang bij, dan kun je daar tot en met woensdag um, ja, je zienswijze op, uh, op indienen. Um, hartelijk dank nogmaals voor het kijken naar deze QA en ik wens u allemaal nog een heel fijne avond. Dag.